Goedenavond iedereen, welkom op onze debatavond Vrijhandel. Wat staat er op het spel? Het Vrijhandelsberaad is de kern van onze geglobaliseerde wereld vandaag. Sinds enkele jaren zijn wij als NGO's en Noord-Zuidbewegingen actief rond vrijhandelsakkoorden met het Zuiden, die onze partners ter plaatse treffen. Ze hebben een negatieve impact gehad op mens en milieu door middel van slechte werkomstandigheden, vervuiling, beperkte toegang tot medicijnen, rechtszaken tegen staten en ga zo maar door. Wij zijn bezorgd dat hetzelfde ons nu hier ook te wachten staat door het vrijhandelsakkoord met de VS. Aan de vooravond van de verkiezingen op 25 mei willen wij daarom vandaag onze politiekers op de rooster leggen. Vanavond zullen wij de verschillende politieke partijen vragen om zich te positioneren rond het transatlantisch vrijhandelspact. Op het einde van het debat zal er tijd zijn voor vragen van het publiek. Maar nu geef ik graag het woord aan onze moderator Mark Maas, vrijhandelsexpert van de Noord-Zuidbeweging LVV. Dankjewel. Bonsoir. Mark Maas, je travaille pour ma coupe de congé. Malheureusement, le MR est absent. Ik heb hier dus vier kandidaten bij mij. Dirk van der Maal van de SPA, kandidaat voor de Kamer. Georges Lamagne van de CDH, ook voor de Kamer. Dan aan de andere kant Peter Schut, tweede plaats voor de Europese verkiezingen. En Tim Joye, lijsttrekker, ook voor de Europese verkiezingen voor de PvdA. Voilà, on a préparé six questions. En de eerste vraag is over werkgelegenheid. Er wordt over deze onderhandelingen met Amerika gezegd dat hij dus nieuwe jobs kan gaan creëren. De Kamer van Financiën, de commissaris, heeft gezegd honderdduizenden jobs. Wij hebben dit soort beloftes al eerder gehoord, bijvoorbeeld door Bill Clinton toen hij het akkoord met Canada en Mexico onderhandelde. Dat ging ook miljoenen jobs opleveren. We zijn nu 20 jaar verder en wat hebben we gezien? In Amerika zijn er meer dan 1 miljoen jobs verloren gegaan. In Mexico zijn er miljoenen jobs verloren gegaan, vooral in de landbouw, omdat Mexico zijn grenzen moest openstellen voor de goedkope invoer uit Amerika. Tegelijkertijd zijn er in Mexico, hoe noemen we die, maquiladores opgericht. Dus dat zijn van die export processing zones, waar er geen sociale wetten gelden. Daar heeft men 3500 fabrieken bij elkaar gebracht. Daar werken een paar miljoen mensen. De arbeidsomstandigheden zijn daar slecht. De rechten van de arbeiders zijn daar slecht. Milieu- en belastingswetgeving is ook erg onbestaande. Dus 20 jaar na het sluiten van het akkoord, 20 jaar na de grote beloftes, zien we dat er eigenlijk niks van gekomen is. En de vraag die zich hier stelt is, met het transatlantische akkoord, verwachten wij dat er jobs van komen. En bovendien, niet vergeten, in Amerika, in de Verenigde Staten, zijn er verschillende staten waar de arbeidswetgeving zeer slecht is. En waar je eigenlijk de arbeidsrechten worden geschonden, of al sinds niet in overeenstemming zijn met de regels van de ILO. Dus de vraag is of we eigenlijk bij Amerika een eerlijke concurrentie kunnen hebben in dat soort omstandigheden. Voilà, dat is dus de vraag. Ik kijk naar Dirk om die als eerste om dat eerst op in te gaan. 2 minuutjes. 2 of 3, zo ongeveer. 3 minuutjes. De Europese Commissie heeft een studie daarvoor besteld. De studie die ze besteld heeft bij het Center for Economic Policy Research. En dat is een denktank. Wij zeggen dat die gefinancierd wordt door de banken en door het bedrijfsleven. En die komen met als resultaat dat tegen 2027 de economie in de Europese Unie met 0,49% zou gegroeid zijn. Deze studie wordt zeer bekritiseerd. Er is een andere studie waar ik eerder geneigd ben om in te geloven, van de Duitsers, IFO. En die zeggen van, kijk, het is zo, dit handelsakkoord zal een positieve invloed hebben, maar de effecten ervan zijn veel minder dan voorspeld wordt door de studie die besteld is door de Europese Commissie. Dus ik vrees te moeten zeggen dat we daar niet het heil van gaan mogen verwachten,
dat Karel de Gucht die zegt van honderdduizenden jobs, ik denk dat dat niet het geval is. De convergentie van de regelgeving die men verwacht, als men die gaat doorvoeren met bedrijven die met goedkope arbeid werken, anderzijds in de Verenigde Staten en anderzijds in Europa, waar men werkt met tussen aanhalingstekens dure arbeid, ja, dan gaat er onvermijdelijk een beeld komen op de Europese slash nationale regelgeving ter bescherming van de arbeid. Dat lijkt mij een van de grote risico's. Pour les citoyens,
et vraiment demander les avis de leurs membres et puis les retourner vers la commission. Et donc je pense, pour mon parti, si il y a des négociations avec des conséquences possibles tellement lâches, je trouve que nos citoyens doivent être intégrés beaucoup, beaucoup plus. Et pas seulement au début et à la fin des négociations, mais dans une participation continue. Dan kunnen we naar de volgende vraag gaan. Cette question, on a déjà abordé un peu ça. Donc il y a dans cet accord sur l'agenda le système d'arbitrage entre investisseurs et État. C'est donc un sujet qui est nouveau pour la Commission européenne. Donc la Commission a reçu cette compétence avec le traité de Lisbonne en 2009 et donc elle est encore en train de développer en effet cette politique, mais donc l'Union européenne insiste ou veut introduire dans l'accord avec les États-Unis ce fameux système d'arbitrage entre investisseurs et États. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les investisseurs américains peuvent porter plainte contre les gouvernements, les États membres et contre la Commission européenne quand ils pensent que leurs intérêts économiques ont été endommagés par n'importe quelle politique européenne ou gouvernementale. Et la question ici, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Dus wat denken jullie van dat systeem in dit akkoord? Ik begin met Petra deze keer. Ja, dat is dramatisch natuurlijk, zoals u hebt aangegeven. Het ISDS-systeem, wat in andere vrijhandelsverdragen inderdaad al bestaat, leidt tot schadeclaims zoals Philip Morris in Australië, omdat Australië zijn anti-woke-wetgeving, wat ook volksgezondheid aanbelangt, verstrengt. Philip Morris dagvaart voor zo'n arbitrage. Dan de Australische overheid voor miljoenen dollars aan toekomstige geleden of gedachte inkomsten. Dat zijn inkomsten die ze dus niet kunnen verwerken in de toekomst, die ze eigenlijk gaan reclameren via die arbitrage. Het is inderdaad, zoals ik zeg, een beetje absurd. Er zijn nog voorbeelden, en vooral in de gezondheidszorg, omdat dat natuurlijk mijn achtergrond is. Eli Lilly bijvoorbeeld heeft Canada, dat is dan binnen NAFTA, voor een ISDS-arbitrage gedaagd, $200 miljoen dollar gevraagd, omdat Canada 2 patenten op medicamenten van Eli Lilly had geweigerd binnen het kader van die TTIP. Kun je dus perfect verwachten dat zo'n bedrijf een of andere lidstaat gaat dagvaarden omdat de nationale wetgeving regelgeving oplegt om de gezondheid en de rechten van consumenten en patiënten te beschermen. Dit is voor ons absoluut niet acceptabel. Ik denk dat alles moet gedaan worden om ISDS uit de TTIP te krijgen, voor zover we TTIP natuurlijk Met de PvdA zijn we 100% tegen het principe van een investeringsrechtbank. Waarom? Omdat je de beslissingen van een democratisch beslissingsproces in feite op dezelfde voet zet als de privébelangen van een bedrijf. Voor ons is dat een fundamenteel verkeerd principe. De belangrijke beslissingen in een land moeten genomen worden op een democratische manier en niet in het voordeel van een of ander groot bedrijf. Kunnen jullie daarop reageren? Van dit akkoord kan geen sprake zijn als die ASDS erin zit. Dus voor de socialistische familie in Europa, geen akkoord is mogelijk als dit erin zit. Georges, vous savez peut-être pourquoi on a voulu mettre ça dans la négociation. Moi, je continue à considérer que ça n'est pas utile, c'est même toxique, c'est dangereux, je suis d'accord avec mes collègues là-dessus. Je connais effectivement aussi les mêmes cas où cela s'est fait aux dépens des travailleurs, aux dépens des normes que nous défendons. Et donc, a priori, moi aussi, en tout cas jusqu'à présent, m'informer, mais franchement, je ne vois pas ce que ça veut dire dans un tel cas. Dans la volgende vraag over le lieu, opnieuw, zo'n handelsakkoord, dat is een akkoord dat zeer, zeer uitgebreid is, dat aan verschillende zaken, aan verschillende delen van de samenleving raakt. Karel de Gucht was op 12 maart in de Kamer en heeft daar gesproken over schaliegas.
dat dit deel zou uitmaken van het mandaat voor de onderhandelingen over het regeringsakkoord. En toen Obama hier was, heeft hij het ook over schaliegas gehad. Deze keer als strategisch instrument. We gaan als Amerikanen dat schaliegas aan Europa leveren, zodat wij als Europa niet zo een schrik moeten hebben van de Russen. Maar goed, in het zuiden, in ontwikkelingslanden, kent men natuurlijk weer het klappen van de zweep. In Latijns-Amerika zijn er ook schaliegasontginningen. Zijn daar een grote bedreiging voor milieu en gezondheid? Wetenschappelijke studies zeggen dat elke put tussen 4 à 30 miljoen liter water gebruiken en 80 tot 300 ton kankerverwekkende stoffen uitstoten, zoals benzeen, toluen enzovoort. Dus dat is echt wel een bedreiging voor het milieu, voor vervuiling enzovoort. Dus het is heel eigenaardig dat men dit soort gas nu op zo'n grote schaal wil ontginnen en dan ook weer voorwerp uitmaken van een internationaal akkoord. En de vrees is ja, dat ten eerste dat wij dat ook gaan toelaten in Europa en dat we op die manier valse oplossingen gaan aannemen voor onze milieuproblematiek. We hebben te weinig petroleum, dan doen we maar gas, maar dat lost ons milieuprobleem niet op. Hier wat betreft België of Vlaanderen, een standpunt van de SPS, wij zijn tegen schaliegas. Wij denken dat dit niet alleen in Vlaanderen, maar ook in de rest van Europa, dat dat niet op zijn plaats is. Dus Europa is veel te dik bevolkt, het gaat over milieu en gezondheid is te groot, dat de standpunten zijn allemaal over. Dus ik zou zeggen, ook dat moet uit dit akkoord gehouden blijven. De energieproductie is voor ons een sleutel in de oplossing van het klimaatprobleem. Dan nu, wij eisen in ons programma dat er opnieuw openbare energiebedrijven komen die wel dan kunnen de juiste keuzes maken naar de toekomst toe om duurzame energie te produceren. Een tweede sector waar dat wij willen op inzetten is transport. Dus we willen dat openbaar vervoer en ook goederenvervoer snel en krachtig wordt milieuvriendelijker gemaakt, dus toegankelijker voor de mensen enzovoort. En daarom ben ik ook kandidaat voor de Europese verkiezingen, omdat laat dan juist twee domeinen zijn waar dat Europese samenwerking echt wel gaan nodig zijn, zowel openbaar vervoer en goederenvervoer als energieproductie. Zal er Europese samenwerking nodig zijn, maar ze zal wel anders moeten verlopen dan dat de Europese Unie ze nu toepast. Dus we hebben het TTIP niet nodig om slecht bezig te zijn in Europa. Dat kunnen we ook zo. L'objectif. L'objectif de négociation, c'est de harmoniser les règles. Et donc, harmoniser, ça pose la question harmoniser vers le haut ou vers le bas. Et si c'est pas vers le haut ou vers le bas, c'est pas une harmonisation. Et donc, tout le monde a peur que ça soit quand même dans l'élection vers le bas. Vous voulez avoir cette question? Je trouve qu'on est quand même plus de 500 millions, on est quand même une économie qui est forte, nous avons des valeurs, nous avons quelque chose à proposer au monde aussi, en matière sociale, en matière environnementale, etc. Et moi, franchement, j'espère, et je veux, et je souhaite, et c'est ma position de négociation, qu'effectivement on tire les dents vers le haut. Est-ce qu'on va y arriver? Je n'en sais rien. Est-ce que ça doit être un objectif? Évidemment. Est-ce qu'on doit avoir le mental pour avoir cet objectif? Ça, c'est ma position. C'est de dire, voilà, moi j'aimerais bien qu'on y arrive. Si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on ferme les choses. Ik ben heel pessimistisch wat betreft de slagenkansen als we het over die harmonisatie gaan hebben, omdat men gewoon vanuit een totaal ander principe vertrekt. In Europa, en ik zit in de Hoge Gezondheidsraad, dat is dat principe waar we altijd hanteren, dat is het voorzorgsprincipe. Dat wil zeggen dat als iets potentieel risicovol of gevaarlijk is, dan gaan we dit niet doen. In de Verenigde Staten zegt men, we gaan het doen en we gaan wachten of er problemen zijn en dan gaan we ermee stoppen. Als je die twee filosofieën, ideologieën, waarden en normen, kun je het zelfs noemen, tegenover elkaar stelt, dan zie ik echt niet hoe je tot een vergelijk kan komen. En ben ik dus niet even optimistisch als u. Ik heb trouwens, omdat ik natuurlijk in de gezondheidszorg actief ben, een keer op het internet gaan zoeken wat Lilly, de firma waar ik het net al over had, over TTIP schrijft. Zij zijn heel erg graag de partij
En het gaat over patenten. Ik denk dat het hier ook wel het forum is om daarover te spreken. Wij maken ons zorgen over wat die firma's willen. Zij willen dus IP strenger toegepast zien dan dat nu op dit moment volgens hen in Europa het geval is. Om bijvoorbeeld generieke geneesmiddelen, waar wij dan toch denken dat ze de toegankelijkheid op de gezondheidszorg bevorderen. En ik spreek nog niet over de Noord-Zuid-problematiek op dat punt. Maar wat Lilly op zijn website schrijft, is eigenlijk toch wel frappant. Zij schrijven: "The lack of predictability over patent enforcement in Europe is damaging for innovative companies and should be addressed in TTIP." Dus zij zeggen, als jullie patentwetgeving niet gaan versoepelen, ja, dan ga je eigenlijk de innovatieve biotech en andere innovatieve farma-industrie schade toe brengen. Zij willen heel specifiek voor pediatrische geneesmiddelen de Europese markt. Want wij zijn heel streng voor geneesmiddelen in de pediatrie. Dat is heel wat anders in de Verenigde Staten. En dus ze eindigen, daarmee wil ik het citaat eindigen, met een negative approach towards one element could damage the EU's overall attractiveness for global investors. En zij zeggen, als we geen supportive en collaborative environment vinden in Europa, dan zal de biopharma-innovatie naar andere overseas gaan. En dus, maar laat Europa horen, vallen. Ik beschouw dit als een regelrecht aan onze waarden en normen die moeten bestaan. Ben je er gerust in? Dit TTIP wordt door sommigen verdedigd als in mondiaal geostrategisch of geo-economisch zou ik moeten zeggen, als men erin slaagt dat Amerika en Europa dat handelsblok vormen, dan heeft men een zwaar tegenwicht tegen China. Maar dan heeft men ook een zeer dominante positie voor wat betreft de internationale regels en normen die men kan vaststellen en die de anderen gaan verplicht zijn bijna van te volgen. Nu, die normen zouden idealitair volgens mij multilateraal tot stand moeten komen, maar dat kan nu niet. Doha zit in de patat. En dus is de vraag, is dat niet de beste kans die we hebben voor, als Europa en Amerika normen maken, dat die hoger liggen dan dat we die ooit multilateraal gaan kunnen hebben, of dan dat we ooit gaan kunnen laten tot stand komen in bilaterale akkoorden die Europa gaat sluiten met andere landen. Dus dit is eerst iets, ik moet eerlijk zeggen, ik ben een beetje gevoelig voor dat argument. Nu, als ik binnen een kader van het Europese mandaat en de onderhandelingen treed, dan moet ik zeggen dat ik wel niet op mijn gemak ben. Vooral omdat ik zie dat in het mandaat staat dat er een soort van, tussen aanhalingstekens, raadgevend orgaan, dat de overheden, Amerikaanse en Europese overheden, van advies gaat dienen voor de vaststelling van die regels. En dat raadgevend orgaan is weer Corporate Europe en Corporate America. Dus dat maakt mij onrustig, want ik denk, we gaan niet moeten destruïeren wat ik wil zeggen. En het derde wat ik wil zeggen is van, mijn inschatting, of de inschatting van specialisten waar ik mee gesproken heb, dat is dat men hoogstwaarschijnlijk niet gaat komen tot een harmonisatie, want dat is te duidelijk. Hè. Dat gaat naar boven of naar omlaag. Dus maar in de politiek is dat niet mogelijk. Men zal waarschijnlijk gaan naar een systeem van wederzijdse erkenning. Maar dat is opnieuw heel gevaarlijk, het systeem van wederzijdse erkenning, want dat betekent dat Europa de Amerikaanse normen herkent en Amerika de Europese normen. Maar als je kijkt in zijn globaliteit, dan moet je zeggen dat de Amerikaanse normen lager zijn en meestal, of nogal eens vaak, niet meestal, nogal eens vaak, zelfs niet verplichtend. Terwijl de Europese normen hoger zitten en, ik zou zeggen, wetgevende kracht hebben. En dus, dan ga je opnieuw, ik heb het daar straks al even gezegd, de Europese bedrijven in concurrentie laten komen met die Amerikaanse bedrijven, die lagere normen hebben en die niet verplicht zijn. En toch gaan die producten hier op die Europese markt mogen komen en gaat dit dus een neerwaartse druk op de Europese regelgeving tot stand brengen. Dus tweede reden waarom ik ongerust ben, dit allemaal om te zeggen dat dit de tweede waarschuwingsschot is dat de socialistische fractie in het Europees Parlement afschiet. Dus naast ASDS is dit het tweede belangrijke aandachtspunt waar men zeer verzorgd voor is en wat we van dichtbij willen gaan volgen. Goed, aan deze zijde. Tillen, graag eerst.
pensez que ces négociations donneront la possibilité de monter les règles sociaux vers le haut, à mon avis, c'est une utopie. C'est une utopie totale. Parce que pourquoi ces négociations transatlantiques sont là? C'est, bon, on peut lire des documents. Quand il y a un problème, je vais essayer en français. Ce que moi, je voulais dire, c'est que supposons que nous avons des négociations multilatérales. Et dans ces négociations multilatérales, il faut décider sur le niveau des normes, sur le plan de l'environnement, sur l'emploi. Ce que moi j'ai voulu dire, c'est que je crains que le risque, si on fait ça dans un cadre multilatéral, que le niveau de la protection au niveau environnemental ou au niveau de l'emploi, ça va être plus bas que si on fait ces mêmes négociations entre Américains et Européens, parce qu'en général, les normes américaines et européennes sont plus élevées que la moyenne internationale. C'est ça que j'ai voulu dire. C'est ça que j'ai voulu dire. Donc, ce que moi je veux dire, c'est qu'en premier lieu, donc je pense que dans ces négociations-ci, il va y avoir une harmonisation vers le bas, vers le haut, à mon avis, c'est une utopie. Mais la deuxième chose, c'est, je ne suis pas encore d'accord avec vous, mais parce que moi je pense, si on a des règles sociaux, des acquisitions sociales en Europe, ce n'est pas grâce à des négociations ni bilatérales ni multilatérales, ce n'est pas grâce au travail des politiciens, c'est grâce à la lutte sociale qu'il y a eu en Europe pendant des décennies. Elke sociale recht die in Europa bestaat, is er gekomen omdat er sociale bewegingen op straat gekomen zijn. Omdat die geëist hebben dat kinderarbeid werd afgeschaft. Omdat die geëist hebben dat er een 8 uur werkdag zou zijn. Dus als we die modellen, die sociale verworvenheden willen veralgemenen naar de rest van de wereld, dan heb ik geen geloof aan intergouvernementele onderhandelingen, of dat ze nu bilateraal of multilateraal zijn, dan denk ik dat het opnieuw van de sociale bewegingen zal komen. En dus is het naar die sociale bewegingen dat we moeten kijken om die sociale verworvenheden te veralgemenen. Goed, dan komen we tot de laatste vraag en dan daarna gaan we naar de zaal. La dernière question, c'est sur le droit humain. Et donc, de nouveau, que les ONG ont beaucoup d'expérience dans ce domaine, on est toujours et tout le temps confronté à des violations des droits humains. Et par exemple, en Colombie, il y a donc le Colombie, c'est le pays le plus dangereux du monde pour les syndicalistes. On dit toujours. Donc, l'Union européenne a donc conclu un accord avec la Colombie et le Pérou, il n'y a pas si très longtemps. Et le débat sur cet accord tournait autour des droits humains. La Commission a toujours dit, voilà, on va conclure cet accord, et si on a cet accord-là, on a un instrument pour pousser la Colombie et le Pérou à respecter les droits humains. Mais c'était clair qu'à ce moment-là, ce deux pays était déjà en violation. Donc, pourquoi pas dire non à un accord avec ces pays-là pour pousser ces pays à respecter les droits humains? Donc, on a un peu peur que la clause sur les droits humains dans cet accord, c'est un droit vide, quelque chose qui ne va pas marcher, et que la Commission européenne a en effet montré que les droits humains, c'est pas si important, et les accords de libre-échange, c'est beaucoup plus important nier ou négliger les droits humains. Voilà, je commence de nouveau à ce côté. Donc, als het gaat over de TLC, dus de onderhandelingen met onder andere Colombia. Ik heb in de tijd die petitie van Etal toen getekend. En voor mij is het heel duidelijk, als het gaat over die onderhandelingen, wat willen de politieke partijen? Willen ze ijveren voor meer clausules van mensenrechten in dat vrijhandelsakkoord? Of willen ze dat vrijhandelsakkoord in zijn geheel proberen tegen te houden? Want dat vrijhandelsakkoord in zijn geheel vormt een bedreiging voor de mensenrechten van de Colombianen. Ik ben voor het tweede, dus proberen tegen te houden. Nu, wil dat zeggen dat we in Europa geen mogelijkheden hebben om
iets te doen, een positieve inbreng te hebben voor de mensenrechten in andere landen en in de derde wereld. Ik denk van niet. Ik denk dat we zelfs in dit opzicht een aantal unilaterale maatregelen kunnen nemen. Want als er mensenrechten geschonden worden in de derde wereld, is het vaak ook door multinationals, door bedrijven die in Amerika of in Europa een hoofdzetel hebben. En dus bijvoorbeeld, we hebben het al even gehad over de waardig werkagenda van de Internationale Arbeidsorganisatie. De Europese overheden zouden bijvoorbeeld kunnen hun bedrijven verplichten om die waardig werkagenda te laten respecteren in alle vestigingen, dus niet alleen in Europa, maar ook in de landen in de derde wereld. En dat is een manier waarop dat Europa een positieve inbreng kan hebben op de mensenrechten in de derde wereld. En daar kunnen we volgens mij veel meer van verwachten dan een clausule over mensenrechten in een vrijhandelsakkoord dat voor de rest, diezelfde mensenrechten in dat land in gevaar brengt. Ik ga naar Wedeken, Dirk. Het akkoord Colombia-Peru. Ik weet niet, het is nog niet gestemd in de Belgische parlementen, maar moest het gebeuren. Peut, je pense, jouer un rôle majeur pour réellement bloquer.
vous tromper. Il n'y a pas de majorité pour dire non. Il n'y a pas de majorité. Mais non, je vais vous décrire la situation à la Chambre. Il y a, dans la majorité gouvernementale, il y a au moins 4 partis qui s'opposent. Prenez le NVA, le Vlaams Belang, ils sont tous pour. Ce qui reste, potentiellement, c'est Écolo, ils ont 12, ou je ne sais pas, 12 ou 13, Écolo Groen, ils ont 12 ou 13, SPA 12 ou 13, le PS a 25, 27, mais je ne suis même pas certain que le PS osera, avec un Premier ministre, prendre la responsabilité de dire non à un traité qui va être approuvé par les 28 pays, ni le SPA. Ça y est, bon plan. Les gens au gouvernement de mon parti ne vont pas prendre cette responsabilité. Sauf que les décidants ici vont voter contre. On peut être décidant de temps en temps, mais on ne peut pas être dissident tout le temps. Hein. Ça c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un appel. Il faut continuer, il faut lutter. Il faut changer, je dis, la réalité politique en Belgique et dans les autres pays européens aussi. Je suis honnête avec vous, hein. Je vous dis comme je vois la situation. Je n'ai rien à ajouter à ce que vous dites, je pense qu'effectivement c'est le problème. Je ne crois pas non plus, en tout cas dans mon parti, je pense qu'effectivement mon parti est d'avis qu'il vaut mieux avoir un système inclusif, qu'il vaut mieux dialoguer, qu'il vaut mieux essayer d'améliorer les choses plutôt que d'exclure. Une série de pays. Voilà, moi je veux être honnête, enfin, je pense qu'il y a une certaine logique à cela, je pense que cette logique elle a des limites. Et qu'effectivement dans une série de cas, c'est important de mettre les limites. Je pense que c'est important aussi qu'on ait un dialogue avec notamment les syndicats là-dessus. Moi je suis très attentif, mais en disant aussi les limites, hein, parce que moi sur la question de l'Arabie Saoudite, ça restait un petit peu en travers aussi, quand je me suis fait engueuler parce que je dénonçais ça. Oui, d'accord, mais j'aime bien aussi que tout le monde soit traité, que les questions urgentes pour moi dans les droits de l'homme, elles ne s'en font pas à la carte. Je trouve que c'est très important de savoir où vont les armes belges, ce qu'on en fait et qui elles vont aller tuer, le cas échéant. Je pense que ce débat qu'on a aujourd'hui, intuitivement, c'est quelque chose qui me gênait depuis longtemps. Je me posais la question de savoir pourquoi et comment est-ce qu'on mettait des clauses comme celle-là. Je trouve que le débat qu'on a aujourd'hui, qui est un débat, parce qu'on dit qu'il y a un manque de transparence, là, certainement on peut l'améliorer, la transparence. Je pense que la transparence, dans la négociation actuelle, on n'a pas beaucoup parlé, mais l'état de connaissance des États membres par rapport à ce que fait la Commission, etc., il y a d'énormes choses à améliorer. Mais notamment, ce débat, il n'a jamais eu lieu dans aucun autre traité de parlement. Et donc je trouve qu'au moins, en tout cas à ce niveau-là, vous l'avez certainement eu au CLCD, on connaît le président. Et voilà, votre expertise en la matière, on ne peut pas dire qu'il est beaucoup percolé au niveau du grand public. Donc là, aujourd'hui, on a un débat. C'est important aussi, juste sur ce débat aussi, c'est que quand De Gucht est venu à la Chambre, tu as rappelé que le CDH avait posé des questions, j'étais là, effectivement, on était très peu nombreux. Hein. Alors que c'était une commission Chambre plus Sénat, on devait être 5. Et donc ça, c'est important aussi, c'est que la représentation parlementaire soit active. Critique, qu'elle pose des questions précises, qu'elle voit où on est. Parce qu'on aura beau mettre en place des mécanismes de contrôle, de débat, etc. Si eux-mêmes ne se mettent pas en place, etc., c'est un problème. Ik denk dat we een lang gesprek gehad hebben en dat het een zeer interessant debat was. Ik denk dat de organisatoren nog een woordje willen passeren. We willen weer afsluiten. In ieder geval, ik vond het interessant en bedankt aan de kandidaten om hier te zijn. Zoals u vandaag hebt gehoord, hebben vrijhandelsakkoorden een heel grote impact op het dagelijks leven van mensen, zowel in het zuiden als in het noorden.
de transatlantisch verhandelsakkoord zal nu ook geen uitzondering zijn. Het zit vandaag ook in een cruciale fase van de veranderingen, dus wij hopen dat jullie, wat jullie vandaag hebben opgestoken, gaan meenemen naar de stembus op 25 mei. Er zijn ook nog verschillende acties lopende, onder andere tegen het vrijhandelsakkoord van Peru en Colombia, dat nog altijd niet is geratificeerd. Zijn er verschillende acties lopen door organisaties die deelnemen aan dit debat. Buiten in de gang is een tafel met informatie. Ik kan altijd mensen aanspreken en ja, ik denk dat het iemand is die jullie daarmee informatie over kan geven. Er is ook een actie gepland op 15 mei om 8 uur 's morgens aan het Egmondpaleis van de D1920 en Alter Summit. Als er gewoon is er de European Business Summit, want er is een Europese top van Business Europe die dag. Dus ja, beste mensen, beste politici, bedankt voor het komen.